kijkt naar vlog nummer 3. We zitten al bijna op de 100 abonnees. Erg leuk, dus iedereen enorm bedankt. Ik draag vandaag mijn Steven West sjaal. De sjaalography, die heb ik in oktober heb ik die gemaakt. Erg blij mee, zit lekker warm. En met deze dagen is dat wel een uitkomst. Het is gelukkig niet meer zo mistig. Maar goed, we zitten nog in de wintertijd, dus... We moeten nog even wachten totdat het lente gaat worden. Ik heb begin januari een sjaal gebreid. En dat was een geheim project. Want mijn zus die was 6 januari jarig. En daarvoor had ik dus een sjaal gemaakt. Ik zal hem even laten zien. Dat was de Stormy Swells van Greta Mensen. En ik heb hem natuurlijk niet meer in mijn bezit. Maar dit is de sjaal. Eén kant heel makkelijk met gewoon de ribbelsteek en dan een stuk patroon met kabels. Erg leuk om te maken. Natuurlijk werd elke tour werd natuurlijk wel steeds langer. Maar ik heb er veel plezier mee gehad en mijn zus is er ook enorm blij mee. Dus weer een goede daad gedaan. Daarnaast had ik in december... toch nog een wol aankoop gedaan. Ik zag op de groep van Facebook van wol voor je werk diverse garens voorbij komen. En ik zag, even erbij pakken, deze voorbij komen. Allemaal verschillende kleurtjes. Zit hier het kaartje aan. Wol voor je werk van Suzanne Eckel. Het is fine merino socks. En ik ga deze verwerken tot een poncho. En ik was natuurlijk al begonnen, ondanks dat ik natuurlijk heel veel wips heb. Maar ja, soms moet je jezelf eventjes weer iets nieuws gunnen. En dit is de vijfde streng. Die heb ik dus al op een cake gewikkeld. Om dus makkelijker te kunnen breien. En dit is het begin. Alle kleurtjes komen gewoon leuk uit. Erg leuk om te doen. Omdat je gewoon elke keer weer met verschillende kleurtjes breidt. Ik ga het gewoon random doen. Dus als de bol op is, dan pak ik gewoon een nieuwe streng. En dan gaan we gewoon vrolijk verder. Ik zal even een plaatje laten zien van hoe die er uiteindelijk uit komt te zien. Dat is, even kijken. Dat is deze. En het is de Swancho Nessa. Die heeft ook een kolletje. En dan zitten er dan hier mouwtjes aan. En ik dacht, dat lijkt me wel een lekkere voor in de zomer. Als het wat frisser wordt, je gooit hem over jezelf heen en je hebt het lekker warm. Dus dat is een project waar ik ook mee bezig ben. Dan heb ik nog de adventskalender van Wol Reinheid. Daar had ik alweer 3 strengetjes van gesponnen. En dit is dag 12. 3 draads gesponnen. Een mooi donker kleurtje. Dag 13 heb ik klaar. En ik heb dag 14 klaar. Dus deze mogen weer bij de rest van de verzameling. Ik heb ze hier allemaal hangen. Dus deze komen daarbij. En we gaan gewoon daar weer vrolijk mee verder. En wanneer ik met het patroon ga beginnen van de Redfund cardigan. Die zal ik er nog even bij pakken. Dat zien we vanzelf. Dat is... deze. Die ga ik maken met al die strengetjes van wolreinheid. Maar ik wil eerst even alles spinnen, zodat ik alles mooi op een kleurvolgorde kan leggen.
Dus dat is waar ik ondertussen allemaal mee bezig geweest ben. Daarnaast heb ik natuurlijk ook mijn weefproject. En daar hebben jullie in het vorige filmpje een heleboel van gezien. En ik ben natuurlijk inmiddels gaan weven. Ik heb het weefraam daar staan. En ik hoef nog maar 6 strengetjes te weven. Ik zal hierna wat filmpjes nog toevoegen van hoe ik dat allemaal gedaan heb. En ik heb deze 3. Die moeten er nog in. En deze 3. Dus dat wordt nog heel kleurrijk. Dus die gaan er nog in. Dan kwam er bij de vorige vlog een vraag van, goh, kun je in principe sokkengaren gebruiken bijvoorbeeld in plaats van katoen? Want ik heb dus gemerceriseerd katoen gebruikt. Lastig woord. Vooral als je het uit je hoofd moet zeggen en het niet opgeschreven hebt. Maar goed, in ieder geval dat katoen met een dun laagje erover. Of gewoon katoen of gewoon sokkenwol. Maar er zit natuurlijk wel wat verschil in. Want je moet goed opletten dat er een spanning op komt te staan. En ik zal wat draadjes laten zien. Dan heb ik bijvoorbeeld hier mijn kettingdraad. Dat is het draadje wat ik nu gebruikt heb om het weefproject mee te gaan weven, de ketting. En zoals je ziet zit daar geen rek in. En ik krijg het ook, als ik het zo tussen mijn handen doe en ik trek heel hard, krijg ik het niet kapot. Dus daarom is deze heel erg geschikt. Dan heb ik hier een stukje, dat is gewoon acryl. Nou, bij acryl zie je dat er enigszins een beetje rek in zit. En als ik hem door tussen mijn handen doe, dan moet ik wel heel hard trekken. Dus op zich zou een stukje acryl wel kunnen. Maar wat je hier nou ziet, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar waar ik net getrokken heb, is die eigenlijk wat smaller geworden. En hier is die dus nog dikker. Dus daar moet je wel mee opletten. Want dan kan het zijn dat als je je weefproject klaar hebt, dat het dan in elkaar gaat vallen. Dan heb ik hier nog een stukje zelf gesponnen. Dat is merino met zijde. En zijde staat erom bekend dat dat toch wel voor stevigheid zorgt. Dit is tweedraads getwijnd, dus je ziet een klein beetje rek erin zitten. Dit was ook niet speciaal voor weven gesponnen. Dus als ik dit zou gaan gebruiken, dan zou ik het wat strakker moeten twijnen. Maar in principe is het vrij stevig. Ik kan heel hard trekken, maar er gebeurt niks. Dus dat kan ook gebruikt worden. Daarnaast gewone katoen. Dus daar zit niet dat laagje over. En katoen is eigenlijk ook heel stevig. Dus daar zit ook weinig rek in. Dus daar kun je ook goed aan trekken. Dus dat is ook in principe geschikt. Dan heb ik hier gewoon een dunne sokkenwol. En die heeft wel wat rek. En deze breekt ook heel makkelijk. Dus als ik daar spanning op ga zetten, dan kan het zijn dat mijn ketting gewoon ergens gaat afbreken. Dus dat is niet echt geschikt. Dan heb ik er hier nog eentje, die is wat dikker. Dat is ook een sokkenwol. Dat is merino. Maar er zit dus weer een beetje polyamide in. En deze, die kan wel. Dus daar kan ik ook heel hard aan trekken. Er gebeurt niks. Dus het is altijd van belang dat je even goed kijkt van, goh, hè, wat doet het garen als er spanning op komt. Als je bijvoorbeeld te veel rek erin hebt zitten en je spant het op, het is stevig genoeg, dan heb je kans dat je weefwerk in elkaar gaat krimpen, omdat natuurlijk dan de spanning straks loslaat. En ja, als je dat als effect wil hebben, is dat natuurlijk leuk. Maar ja, als je het niet wil, dan is het een beetje jammer van al het werk. Dus daar moet je dus goed op letten. Nou, verder laat ik zo meteen zien hoe ik het weefproject, hoe dat vordert.
En ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken tot nu toe. En ik zie jullie graag weer bij een volgende vlog. Zoals je ziet heb ik al een stukje geweven, maar voordat ik verder ga wil ik graag nog eventjes jullie meenemen in het eerste proces. Want voordat je gaat weven moet je natuurlijk wel even een plan hebben, want je kunt wel in het wilde weg gaan weven. Maar ja, dan kom je misschien uiteindelijk met iets wat niet helemaal de bedoeling is. Ik heb het even opgeschreven. Ik ga dus een tas maken van de gesponnen wolletjes van de adventskalender van Vrouwtje. Ik gebruik daarbij een riet 7,5 × 30 × 10. Dat betekent dus dat er 30 draden zitten op 10 centimeter. Verder heb ik een ketting van katoen van de Snappy Ball. Ik heb het dus 40 centimeter breed gemaakt en ik wil graag 120 centimeter lengte hebben. Nou heb ik dus 24 kleurtjes, want ja, de adventskalender bestaat uit 24 kleuren. Dus dat is het 120 centimeter gedeeld door 24, kom ik uit op 5 centimeter per kleur. Dus dan kan ik elke 5 centimeter van kleur wisselen. Dan krijg ik dus zo'n lap, dus een lap van 1,20 meter. En die ga ik dan dus op de stippenlijn ga ik die splitsen, zodat die aan elkaar kunnen. En dan wil ik eigenlijk dat dit, is dus eigenlijk dubbel gevouwen. Dan is de bovenkant hier open. En dan wil ik kijken of ik hem dus als een soort omslag en dan hier met een knoopje of een gesp dicht kan maken. En verder heb ik nog opgeschreven dat ik een schouderband wil gaan maken met de Inkle Loom. Dus dan krijg ik ook een soort geweven band die ik er dan aan vast kan maken. Dus ik ben heel benieuwd of het ook precies zo gaat werken zoals ik heb opgeschreven. Maar dat zullen we zien. In principe zit ik nu aan de 5 centimeter van het eerste wolletje. Maar zoals je waarschijnlijk kan zien heb ik nog maar heel weinig over. Dus ik ga gewoon even door totdat ik dit ook opgemaakt heb. Want dat is gewoon zonde om niet te gebruiken. Dus ik ga nog eventjes verder. Ik leg de draad altijd vanaf hier. Leg ik hem een beetje schuin, want dan heeft de draad ook ruimte om zich te voegen in die kettingdraden. Dit stukje vind ik te kort om er nog doorheen te doen. Hij past in principe wel, maar dan heb ik gewoon te weinig om in te weven. Dus ik laat het hierbij. En dan is het tijd voor de volgende kleur.
eens even opmeten hoe ver ik nu ben. En zoals je kan zien, zit ik aan 5 centimeter. Ik heb van deze kleur, heb ik dit nog over. Dat is, vind ik eigenlijk net te veel om nog erbij te doen. Dus dit ga ik bewaren en wellicht kan ik daar nog iets anders mee doen. Of ik heb het misschien nog wel nodig. Ik laat nog even van dichtbij zien hoe ik het afhecht, het draadje. Ik heb het inmiddels afgeknipt. Het riet staat nu in de neutrale stand. En ik ga hem nu in de bovenste stand zetten, omdat dat de richting weer is waar we straks weer op moeten. Je ziet dat de draden zich gaan splitsen hier. Ik pak het draadje en ik frummel dat met mijn vingers er even tussen. Trek ik hem naar beneden. En ik zorg dat hij schuin ligt. Dan pak ik het riet en dan duw ik hem aan. Ik zet hem weer in dezelfde stand terug, want de nieuwe draad gaat ook weer hier overheen. En zo zie je dat je hem eigenlijk bijna niet ziet. Ik zal even naar de andere kant gaan waar ik de laatste heb afgehecht en aangehecht. Dat was hier. En daar zie je dus eigenlijk helemaal niks van. Het enige is dat er hier aan de onderkant nu 2 draadjes hangen. Maar die kan ik straks, als ik helemaal klaar ben, kan ik die afknippen. Maar het wordt wel een heel mooi resultaat zo. Leuk dat kleurverloop in het garen. Dat komt mooi tot zijn recht. Ja, heel blij mee. Ik ga in ieder geval weer vrolijk verder en ik zal jullie op verschillende momenten weer even meenemen.